maat. Hé, grote maat. Kijk. Ik ben Janneke Oetsers. En mijn vriend heeft me dus na 17 jaar te huwelijk gevraagd. Want ik ben 60 jaar geworden afgelopen maand. En die vond dat een uitstekende datum om mij te huwelijk te vragen. Oh, mam, moet je kijken. Deze vind ik leuk. Hier, allemaal glitter. Ik heb wel een bruidsjurk aangehad. Maar ik voelde me de dood en doodongelukkig in. Hoe wil je je dan voelen? Nou, ik wil me zeker geen olifant voelen. En als ik toch een beetje kijk naar dit, loopt het toch een beetje uit. Waarvan ik denk van ja, dan word ik echt weer die olifant. Nou, ik voel me nooit dik, maar ik voelde me toen een olifant. En dood ongelukkig. Dus dat zoek ik niet. Goedemiddag, dames. Hallo. Alles goed? Ja, zeker nu ik jou zie. Janneke. Ja. Wat leuk. Ja. Leuk het ontmoeten. Wie heb je meegenomen allemaal? Nou, ik heb natuurlijk mijn moeder meegenomen. Welkom. Mijn beste vriendin meegenomen, dat is Dideke. Mijn bonusdochter, Naomi. En mijn schoondochter. Je schoondochter. Mijn schoonzus. Schoondochter? Maakt niet uit. Toch ja. Mooi compliment voor je, ja. Schat. Vind je niet? Ja, zeker. Je gaat trouwen, vertel even. Ja, ik ga trouwen met Bert. Ja. En we zijn nu 17 jaar bij elkaar. En toen werd ik 60, kreeg ik daar een of ander lullig doosje. Ja. Ja. Als de inhoud maar niet lullig was. Nou ja, ik maakte het open en er zat er weer een briefje met een ringetje. Maar ja, toen ging ik dat briefje lezen en toen stond er van wil je met me trouwen? Dus het was een aanzoek van niks. Wat leuk. Ja, ik heb de hele avond gelachen. Ik zei, je moet door je knieën gaan, dat hoort zo. Nou, dat doe ik niet. Ik zei, maar ik wil ook een zoen, dat hoort er ook bij. Nou ja, dat kon ik dan nog krijgen. Maar ja, dat was mijn aanzoek. Dus niet romantisch, maar wel uit een heel goed hart. Waarom is hij dan je droomman? Ik ben altijd blij als ik hem zie, want ik zie hem heel vaak meer niet dan wel. Ja. Want hij werkt op zee, dus okay. Hij is 2 weken weg en 2 weken thuis. Ja, ik ben altijd heel blij als ik hem zie. Hij straalt echt vertrouwen uit en wij hebben een hele goede communicatie. En ik denk als wij die goede communicatie niet hadden gehad, dan had ik hier niet gezeten. Hij is eerlijk, hij is betrouwbaar. Ja, ik vind het een hele fijne vent. Nou, wat leuk om te horen. Ja. Wat voor soort jurk zoek je? Nou, ik zocht het in Keltische stijl, ja. En dan een beetje bohemium. Maar ja, nu denk ik maar van ja, wat leuk is. Dat is makkelijk, wat leuk is. En dat bohemium, daar kunnen we wel mee natuurlijk. Ja, ja, want de bruiloft vindt ook plaats buiten. En wij gaan ook een ritueel doen. Dus oh, wat voor ritueel? Een soort spiritueel ritueel. Ik hou van cirkels. Ja, pardon? En dan wil ik de kinderen ook bij betrekken. En dat we dus gewoon met de kinderen en ons samen elkaar nog de liefde verklaren. Wat mooi. Wat ga je in een cirkel precies doen? Is het een graancirkel? Wat voor cirkel heb je het over? En ben je daar al voorbereid op die cirkels? Nee, daar was ik nog niet aan voorbereid. Nee, nou bij deze. Bij deze, ik weet het. Ik moet in een cirkel. In een cirkel. We hebben hele mooie trommels en gaan we lekker dansen en het vieren. En is er een bepaald budget waar ik rekening mee mag houden? Ja, ik heb een budget van 1500 tot 2000. Ja. Nou, dat is een mooi budget, toch? Absoluut, ja. Dus ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ja, het kan mij eigenlijk niet gek genoeg. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Tot later. Tot later. Een bruid die geen idee heeft wat ze wil, is ook een uitdaging op zich. Nu denk ik maar van, ja, wat leuk is. Fred en Gladys hopen dan ook dat ze met het eerste rek jurken meteen raak schieten. Gladys! Ja, daar ben ik. Gladys komt aangereden met een heel rek vol. Met toeters en bellen en garnalen en glitters en kant en alles erop en eraan. Je had het over glitter. Ja. Nou, dat zit in het tulverwerk. Dat zit ook heel subtiel in het kant. Mag ik eerlijk zijn? Ja, graag. Moet. Verschrikkelijk. En waarom vind je hem niet mooi? Nou, dit vind ik niet mooi. Dit? Ja, dat vind ik niet mooi. Nee, maar dat is goed, want dat is dan niet jouw silhouet. Eerst jurk. Tweede, heb ik. Nou ja, dan heb je hetzelfde, hè? Ja, dit is ook niks. Nee, want dan heb je weer die rimpels hier. En daar word ik heel dik van. Oh, niet dat tulle. Maar dan praat je over een hele andere silhouet. Ja, nee, dat vind ik helemaal niks. Nou, dat is gewoon, dat is makkelijk. Kijk, want als jij zegt bohemian, dan zijn wij. Ja. Naar het bohemian stijl gegaan. Dit is bohemian. Nee, dan ben ik onduidelijk. Ja, nee, dat ben ik onduidelijk. Maar ik vind juist leuk dat die kant dat zo doorloopt. Error, 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 error. Maar dus eigenlijk hangt er niks tussen. Nee, nee, eigenlijk niet. Nou, vriendin, geen probleem. Glitten en dan lekker kant zo. Je wil zelfs zo richting semium in. Begrijp ik dat goed? Ja, maar wel dat die kant doorloopt. Ja, precies. Een beetje glitten, een beetje veel, alles erop en eraan. Ja, niet dit. Maar goed. Dan gaan we gewoon kijken wat ze allemaal voor je hebben, schat. We hebben een missie. Hè? Well, we are on a mission, baby. Ik zie je zo. Ja, ik ben benieuwd. Jij bent ook heel benieuwd. Rekje 1. Kst, weg. Maar Fred en Gladys zijn vastberaden en rek nummer 2 wordt gehaald. Zo, daar zijn we weer, vriendin. Volgende rekje. En gewoon weer lekker eerlijk zijn.
Nee is ook een antwoord, zeggen we er altijd. Nee. Goed. Top. Ze is niet zo wijd als dat hij misschien in eerste instantie lijkt. Nee, die vind ik beter. Mooie slee. Mooi door met de slee. Ja, die wil ik wel passen. Top. We hebben er één, Glennis. Yes! Oh, die vind ik ook heel mooi. Ja, ja. Daar zit alles in. Kant, ja. Glitter. Ja. Ja, die wil ik wel passen. Ja. Prachtig deze. Ja. Ja, zegt ze. Dit vind ik wel mooi. We hebben een opening. Ma, oké. Nou, dit is hem niet, hoor. Echt niet. En waar ligt het aan? Ik vind hem niet mooi slank afkleden. Dat is het, denk ik. Ik vind hem niet lelijk, maar dit wordt hem niet. Welke stel je voor, Reds? Nou, bijvoorbeeld deze jurk. Ja. En soepel. Ja. En heeft een heel andere silhouet. Ja. Ik zou je daar best graag in willen zien. Ja, dat wil ik ook wel. Ik denk dat ik me daar veel happier in voel. Want we moeten niet voor dit... Nee, dit is niet mijn model. Ja. Oké. En dan de volgende jurk. Janneke heeft alweer een volgende jurk aan. En Fred houdt zijn hart vast. Joepie! Nou, dit komt tenminste in de richting van een bruid. Ja. Hij is prachtig bij je. Helemaal lekker zo'n swoong en een lekker... Ja. Ja, I say yay. I say yes. Ik ben weg van die glitters. Ja, ik schat, ik ben Fred Payet. Ik hou ook van glitters. En ik wil hem heel graag laten zien. Wat zou jouw moeder hiervan vinden, denk je? Ik denk dat mijn moeder hem niet mooi vindt. Oh. Ja, dat vind ik heel duidelijk niet. Maar dat maakt mij niet uit. Jij bepaalt die toren. Ja, dat wel. Ja. Ja. Nou, vriendin, aan jou. Wij volgen. Naar de steen. Zeg het maar. Ik vind het een hele mooie jurk. Ik vind dat ik een hele mooie figuur erin heb. Dan zie ik daar een hele mooie vrouw met een hele mooie jurk. En die glinstert aan alle kanten. Ja, en dat is ook iets wat ik heel graag wou. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus kom maar op. Kom maar op. Ja. Nou, kom maar op. Wat zeg maar, wat vind je ervan? Gewoon eerlijk. Ja, het gaat wel. Het gaat wel. Ik had van haar wat anders verwacht. Ik had anders verwacht omdat zij nooit zo erg traditioneel is in kleren. En ze had altijd overlicht paars, dus dan moet ik een beetje schakelen. Ja. Ja, dat is even schakelen. Dus geen paars. Dat klopt, nee. Nou is paars de kleur van de armoe. Staat in het woordenboek, echt waar. En lila, nou dat is eigenlijk een kleur die een soort van identiteitscrisis heeft. Kleurwit vind ik wel leuker dan ik dacht. Ja. En ze verwacht allemaal iets van haar en dit is natuurlijk... Ook iets onverwachts, hè? Want jullie denken allemaal misschien een kleur, een gekkigheid. Maar ik vind juist het mooie van het wit, dat is heel lekker op je huid. Maakt je ook jonger, dat is echt zo. Zo'n kleur wit maakt heel fris. En die glinstering is natuurlijk wel wat ze wil. Ja. Dat is een mooi wit. Maar kijk even naar jou, want jij kent er al 35 jaar. Ik zeg nee. Oh, nee. Computer says no. Nee, het past niet bij haar figuur. Ik ben niet teleurgesteld. Het is tenslotte haar keuze. En daar is ook niets van af te brengen. Ik had iets anders voor haar uitgekozen. Ze heeft echt een mooi vrouwenlijf. Yeah. Curves, mooie borsten, taille, heupen, alles zit erop en eraan. Ik vind het juist heel mooi dat je dat laat zien. Op het moment dat je dat eigenlijk vanaf hier niet laat zien, word je optisch een flatgebouw. Je wordt dan groter. Ja. Nou, een beetje te weinig stof. Maar, ja, een beetje te weinig. Ik vond hem van boven te bloot. Nou, je moet niet vergeten, het is geen jonge bruid meer. Nou, vriendin, pas op en dan gaan we. Geen tijd om te relaxen, want Janneke staat ook alweer klaar in de volgende jurk. Janneke en haar entourage liggen niet op één lijn, maar ze vaart haar eigen koers en heeft opnieuw een jurk uitgezocht met een vrij bloot bovenlijfje. Ja, het is heel anders. Ik weet niet zo goed wat ik zeggen moet. Ja, het overviel me een beetje. Ik was eigenlijk wel een beetje sprakeloos. Ja, ik moet een beetje wennen. Laat ik dat wel zeggen, ja. Ik weet eigenlijk niet. Nee, ik vind hem ook wel mooi. Maar ik moet zeggen dat ik dit ook mooi vind zitten. Ja, prachtig. Ze heeft prachtige borsten. Ze heeft ook echt zo'n vrouwfiguur. En ze is heel zelfverzekerd. Dus laat het zien. If you got it, flaunt it. Ik vind hem wel heel mooi staan, dit. Ja, ja, en dat is wat een bruidsjurk moet zijn. Als je over 20 jaar die foto's ziet, dat je denkt, ah, het is toch
Nog steeds een mooie jurk. Ik vind hem zeker de moeite waard. Nou ja, laten we hem gewoon laten zien en kijken wat zij ervan vinden. Heel eenvoudig, laat ik zo zeggen. Maar dat komt omdat jij in je hoofd hebt, ik wil iets geks, ik wil iets aparts. Ja. Maar daar moet je vanaf. Het is totaal niet wat ik in mijn hoofd had. Dus ik moest ook dat beeld wat ik in mijn hoofd had, moest uit mijn hoofd. En daar had ik wel moeite mee om daar afstand van te doen. Zeg het maar. Nou, ik trok de jurk aan. Ik wist niet zo goed wat ik zeggen moest. Nee. En ik vind ook model heel leuk en zo. En hij zit ook heel lekker. Maar ja, ik weet het zelf eigenlijk niet zo goed. En hoe belangrijk is voor jou de mening van de mensen hier? Het is belangrijk voor mij, want als iedereen nee zegt, dan neem ik de jurk niet. Niet. Dus dat jullie het even weten. Ja, dat horen we nu. Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En deze mooi. Ja, echt waar? Ja. Ja. Absoluut. Alleen al de kleur al. De kleur, hij is minder wit. Door het paillet was hij ook dat heldere wit. Het loopt meer door. Zo dat die andere had echt een ophouden en dan ging hij opzij. Ja, en dit loopt mooier door. Ja. Maar van boven mocht er nog wel iets meer stof op. Ja, toch wel, ja. Ja, de tweede jurk vind ik mooier, maar nog steeds te weinig stof aan de bovenkant. Dus gewoon, ja, ik vind hem te bloot. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ik vind deze ook mooi. Ik blijf bij dat beetje bloot, maar deze is zo bloot niet als die andere. Iedereen vindt het allemaal een beetje bloot. Nee, ik niet. Ik vind je heel mooi staan. Ja. Ik vind ook dat je een hele mooie boezem daarvoor hebt. Ik vind juist dat... Ja, nou, en ik vind dat heel mooi. De ouderen willen het graag volgens mij zo dicht mogelijk. Nou, ik vind dat zelf niet zo mooi en ik denk mijn vader ook niet. En ik denk ook wel dat hij dat blote juist wel leuk vindt. Ja. Als ik mijn vader een beetje ken, die houdt daar wel van. Ja. Ik denk het wel. Mijn vader houdt wel van een beetje huid. Ja, dat vindt hij wel mooi. Hij houdt er ook wel van als hij het een beetje met zijn vrouwtje kan pronken, volgens mij. Ik denk niet dat hij dat gaat verwachten. Dus ik denk wel dat dat heel mooi dat is. Dat is de verrassing die jij eigenlijk ook voor ogen hebt, hè? Ja. Ja, ik wou eigenlijk wel wat meer passen. En ja, de entourage vond hem ook wel leuk. Maar ja, ik had nog niet echt dat yes-gevoel. Ik weet wel dat ik hem mooi vind dan die andere. Dan de vorige? Ja, dit wordt dan wel de favoriet. Oh, dat vind ik leuk. Je gaat voor die... Voor de paillettenjurk. Ja, absoluut. Nou, dat is goed. Dat liggen we op één lijn. Ja. Ja. Absoluut. En we gaan op naar de volgende. Ja. Ja, ik vind hem leuk, Janneke. Ja? Ja, dat meen ik serieus. Ja. Ja. Dat is ook goed even om mee te nemen. Ja, dat ga ik natuurlijk wel. En ze kent je al 35 jaar, hè? Ja. Nee, maar kijk, moet ook een beetje bij je passen. Ja. En dat vind ik echt bij haar passen. Janneke weet niet wat ze wil en dus leunt ze op Fred voor advies. Maar hoe meer jurken ze ziet, hoe lastiger het wordt om te kiezen. Ja, ik weet het zelf eigenlijk niet zo goed. En dus trekt Janneke opnieuw een andere jurk aan om te kunnen vergelijken. Ja, hij heeft er ook wel iets. Ja, hij staat me ook heel mooi en ik kan me hier ook heel lekker in bewegen. Ja. Ja, ik vond dat ook een hele mooie jurk. Dit is wel een jurk die bij me past, hoor. Ik twijfelde gewoon welke jurk zal ik nu nemen. Dat vond ik best wel lastig. Er is niks mis met deze jurk. Maar door ik die andere gezien heb... Zit in je hoofd. Ja. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat hebben we altijd. Ik denk dat ze deze jurk heel hard nodig heeft gehad om te zien wat ze heel mooi vond. Ja. Ja. Maar eigenlijk in mijn hartje vond ik toch die andere mooier. En ik had zoiets van, ja, ik wil ook bij mezelf blijven. Maar je weet eigenlijk wat je mooier vindt. Het is net niet. Ja. Nee, dat en net niet willen we niet. Nee. Nou, ik zou zeggen, snel die andere jurk aan. Ja, dan doe ik die andere nog even aan en dan, Goed, doen we. Ja. Op je rug. Ja. Oké. Nou, dat zie je zo. We gaan. Janneke ook. Ze heeft veel jurken voorbij zien komen. Maar er blijft er toch eentje in haar hoofd zitten. Ik vind die andere ook heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi, hoor. Maar ik vind dit toch meer een bruidsjurk. En ik denk, dit is hem. Er gebeurt iets in je ogen. Ja, precies. Ja. Goh, dus dit is nou de jurk. Dit is nou de jurk waar je nou op zoek bent geweest al die jaren. En dit is hem nou. Nou, lieve schat, zeg ik go your game. Ik heb kippenvelden, hoor. Dat is goed, dat hoort. Daar is hij. En let maar op, als je straks daar bent, dan krijg je het nog veel meer. Ja, ik voel me gewoon mooi. Ja. En ook best wel sexy, want dat gevoel mis ik wel. Ja. Nou, ik zou zeggen, kom maar. Ja. Niemand zegt dat. Ik vind deze mooi. Ja, ik vind dit de mooiste. Mooie boezem heeft ze erin, dat vind ik weer wel heel mooi. Beetje blote vind ik ook heel mooi. Dat vond ik gelijk al heel leuk. Ja, ik vind dat ook heel mooi. En je vader, je kent je vader. Ja, dat weet ik wel zeker. Die houdt daar wel van. Ja, toch? Ja, dat wou ik net zeggen. Ik vind deze ook heel mooi. Ja, ik vind hem heel mooi.
En het past ook goed bij haar. En dat wou ze ook heel graag. Ze wou een echte bruidsjurk. Janneke? Ja? Ik heb een vraag aan je. Ja? Do you say yes to the dress? Ik zeg ja tegen deze trouwjurk. Yes! Gefeliciteerd, we hebben een jurk! Ik voelde heel veel blijdschap. Ik had echt zoiets van, ja, dit is hem. En ik ben er heel blij mee. Yeah! Yeah! Ik heb mijn trouwjurk. Ja, daar ben ik heel blij mee. We hebben een yes! Gefeliciteerd! Say yes to the dress. Gefeliciteerd. Ja, ik ben er heel content mee. Het was wel een missie, hè, dit. Voor Gladys en voor mij. We hebben gestreden. En we hebben gevochten. We hebben gewonnen. Want we hebben een hele mooie jurk.